Op 2 maart 1989 werd Maria Catharina Wilhelmina Kessels geboren, ook wel bekend als Marietje Kessels. Zij was het derde kind van Philomena Krijns en Mathieu Kessels, eigenaar van het Koninklijke Nederlands Fabriek voor Muziekinstrumenten. Het welgestelde gezin woonde hier in Sint-Ceciliastraat. 22 augustus 1900 was een zwarte dag voor de familie. Ik neem jullie mee in het verhaal van Marietje Kessels. Om 10:30 verliet Marietje het ouderlijk huis. Ze moest een brief afgeven bij haar pianoleraar Gerard Schellekens, want die wilde ze afzeggen. Echter is ze daar nooit aangekomen. Sterker nog, ze kwam niet meer thuis. Waarom ze niet meer thuis kwam, is voor vele Tilburgers bekend. Maar wat is er nou precies gebeurd na 10:30? Dat is nog deels een vraagteken. De moordzaak die landelijk voor veel opschudding zorgde, wordt hier in een driedelige documentaire uitgelegd. We spreken Ed Schilders, schrijver van het boek Moordhoek. Ed Schilders heeft een herconstructie gemaakt van wat er nou precies is gebeurd na 10:30. Ook spreken wij Pieter van Dun, advocaat. Hij heeft een strafdossier onderzocht uit 1900. Ook ga ik zelf op onderzoek uit. Ik ga naar het Tilburgs archief en naar het Brabants Informatie Historisch Centrum. Volgens het strafdossier is Marietje Kessels richting de Heilige Hartkerk gelopen. Een man keek haar aan en bracht haar naar binnen. Het is een feit. Marietje Kessels is vermoord en verkracht in de Heilige Hartkerk, wat gesloopt is in 1975. Wie de dader is nog altijd niet bepaald. Er waren 3 verdachtes. Gus Mitsaerts, een schilder die aan het werk was op die dag. De koster, Johan van Isserdaal, een hulpje van de pastoor, dat gelijk ook de derde verdachte is in de zaak van Marietje Kessels. George van Zinnik Bergman, pastoor van de Heilige Hartkerk. Heel Tilburg was in de ban van een destijds vermiste meisje. Het zoeken duurde 2 dagen onder leiding van commissaris Kaals. In 1900 was de kerk een belangrijke plek. Mensen konden nauwelijks geloven dat de kerk het plaatsdelict was, laat staan, wellicht een van de daders werkzaam. De kerk werd pas het middelpunt van belangstelling nadat getuigen daar 7 keer een gegil hoorden van een meisje dat werd mishandeld. Kaals kwam toen in contact met de schilder die daar werkzaam was, Gus Mutsaerts. Mutsaerts vertelde tegen Kaals dat hij wist waar het meisje lag. Daarnaast had hij de kleertjes van Marietje bij hem. Gus vertelde tegen de commissaris dat de koster het meisje aansprak op straat. Met niet meer wetenschap dan de informatie die Mutsaerts heeft gegeven en zonder de kleding te hebben gezien, arresteert de commissaris Koster van Isendaal. Na de arrestatie van de koster legde Mutsaerts ook een aantal verklaringen af die niet in zijn voordeel werkten. Integendeel, hij komt hierdoor in een verdacht licht te staan. Onder andere verklaart hij dat van Isendaal hem een pakje heeft meegegeven dat hij moest laten verdwijnen. Hij heeft echter het pakje mee naar huis genomen en in een kist bewaard. Na deze verklaring gaat de politie dit pakketje bij hem thuis ophalen. Het blijken wat kleertjes van Marietje te zijn. Dit is de aanleiding ook om Mutsaerts vast te zetten. We spraken Ed Schilders, schrijver van het boek Moordhoek. Hij heeft intensief onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is in de Heilige Hartkerk. In eerste instantie was het helemaal niet mijn eigen idee om die zaak van Marietje Kessels te gaan onderzoeken. Maar een aantal vrienden van me zaten in Tilburg in de redactie van een tijdschrift, een literair tijdschrift. Het heet SIC, S-I-C. En die hadden weer van die zaak gehoord. En, want dat werd in Tilburg nog steeds af en toe zo eens verteld. Van toen en toen, in 1900, is dit en dat gebeurd in die kerk. En die vonden dat zo'n interessant verhaal, dat ze zeiden van, dat moeten we eigenlijk eens gaan uitzoeken. En toen kwamen ze op een avond bij mij, want ik kende ze via dat tijdschrift. En toen legden ze dat plannetje voor en toen zeiden ze erbij van, als we dat nou eens met z'n allen doen, maar dan moet jij uiteindelijk de tekst gaan schrijven. Want ik deed al journalistiek werk en zo. En in welke tijd was het ongeveer? Dan praten we over 1986. 1986? Ja, ja, ja. Toen zijn we aan de slag gegaan. Een van de mensen die daaraan meewerkte was Ton van Zeeland. En Ton was, die had een diploma als archivaris. Dus die wist de weg in het archievenland heel goed. En in eerste instantie waren de resultaten heel erg teleurstellend.
bijna overal waar Ton aanklopte, ontbraken net uit die tijd de stukken die we zochten. Maar Ton van Zeeland was toen zo slim om een ander spoor te volgen. En die kwam er toen achter dat de verdediger van de schilder Mutsaars een kantoor had gehouden in Breda. En dat kantoor bestond nog onder een andere naam, maar dat bestond nog. Dus er was een kans dat daar nog wat zou zijn. En inderdaad, daar vond Ton dus het werkdossier van de verdediger Pels Rijken. Een zeer heel lijvig dossier met aantekeningen en processenverbaal. En dat was eigenlijk de doorbraak voor het boek. Dat je het verhaal compleet kon beschrijven op basis van betrouwbare bronnen. En dat was eigenlijk een tweede gelukje. Dat de kranten in die tijd, die stuurden geen verslaggevers die een verslag schreven. Die stuurden naar zulke zaken die ze echt, waar de mensen echt, net als nu, van een beetje sensationeel vonden. Mm-hmm. Dan stuurden ze een stenograaf. Dus die schreef letterlijk op wat er in de rechtbank voor de rechter werd gezegd. Dus in die kranten kun je dat precies teruglezen. En dat is natuurlijk een meevaller als je een boek aan het schrijven bent. Dat je bijna, of misschien wel absoluut letterlijk, kunt teruglezen wat... Die zat er als het ware bij. Ja, dan krijg je dat van en af en toe van die aantekeningen tussendoor. Verdachte kijkt verschrikt op of zo, weet je wel. Dus die elementen maken dat verhaal dan ook meteen heel levend. De voorbereidingen, dat was ongelooflijk veel intensiever dan het uiteindelijke schrijven. Je was een recherche eigenlijk, hè? Ja, dat is heel goed, ja. Dat is eigenlijk ook wel een heel essentieel voor het boek. En dat staat er ook in, achterin, als ik probeer om die zaak te reconstrueren. Dat ik of wij nooit op de stoel van de rechter wilden gaan zitten, maar op de stoel van de rechercheur, van de politieagent die de zaken, de feiten op een rij zet en dan uiteindelijk de aanbeveling doet van ze hadden eens wat beter binnen de muren van die kerk moeten kijken. Het Schild was als het ware een recherche toen hij het boek schreef. Ook gaf hij een conclusie om naar de geestelijke te wijzen, in dit geval de pastoor. Aanleiding daarvoor was door een getuige die aanwezig was in de Heilige Hartkerk. Ja. Die man daar, en dat is dus die postbode die in de kerk was. Johannes Jongbloed heet hij. Jongbloed, ja. Die blijkt dan ineens een rol te hebben van een soort kroongetuige. Hè? Die wijzigt zijn verklaring steeds en die is geïntimideerd. Maar hij was daar op dat moment en hij ziet die koster en hij hoort geluiden en... Nou, als je dat in de juiste volgorde kunt leggen en je weet waar de deur was die op slot was en waar het gangetje was, waar je achter, al dat soort dingen. Het is echt een puzzelstukje geweest en wekenlang hebben we gepuzzeld van, als we het stukje nou eens daar leggen en de plattegrond erbij en ja, maar hij kan daar niet. Oh, hij loopt die kant op. Hé, maar die deur is op slot, dus hij moet terug. En dan komt die jongbloed tegen. Dat... Wat gaf de doorslag? Dat was eigenlijk dus het leggen van dat puzzeltje op dat ene moment. Het fatale moment waarop de dingen zich hebben afgespeeld in die kerk. En dat uiteindelijk blijkt dat van een eenvoud te zijn. Die je echt moest alleen maar kon vinden door die chaos van feiten af te stoffen. En wat je de dingetjes die je dan over had weer opnieuw aan elkaar te proberen te passen. En dan krijg je dat plaatje van wat is er toen in dat half uurtje gebeurd. En toen dachten we dat we het wel wisten. Het Schilders was vrij zeker van zijn zaak. De schilder Mutsaars in die tijd werd gezien als hoofdverdachte. Maar of dat de juiste conclusie was, is niet zeker. De schilder heeft bijvoorbeeld de koster een brief gestuurd om zijn onschuld te bewijzen. Ook werden er veel getuigen beïnvloed. En is de zaak niet netjes en georganiseerd verlopen.
Ik heb het ooit geweten, maar dit is bijvoorbeeld product 311. Ja, het loopt echt in de honderden. En een strafpleiter heeft ooit tegen me gezegd van dat ook een beetje funest is geweest voor de procesgang. Zoveel getuigen in één zaak, daar schep je meer verwarring mee dan dat je er helderheid mee kweekt. Maar denk je ook dat die getuigen, zeg maar, ook beïnvloed zijn, hè, wat je net zegt, door waarschijnlijk de pastoor? Ja, ja, dat staat vast. Dat staat vast dat de pastoor mensen bij zich heeft geroepen en heeft geprobeerd ze te beïnvloeden. Maar ook dat de commissaris dat deed. En hoe bedoel je? Mensen onder druk zetten. Ja. Die panhuizers die ik daarnet noemde. Dus die familie die woont daar op de hoek en die heeft daar dat café, de Zwarte Ruiter. En die veranderen keer op keer hun verklaringen. En dat komt alleen maar omdat ze, en dat zeggen ze later ook, als de zaak voorbij is, dan komt de commissaris weer op bezoek. Kijk, het is niet alleen die geestelijkheid die deze zaak verstierd heeft. Het is ook de wereldse macht, justitie, heeft zijn uiterste best gedaan om om de kerk, de geestelijkheid, uit beeld te houden en daarmee te belemmeren dat de zaak behoorlijk kon worden afgerond. En dat is misschien. Het is ook een verhaal over de machtsverhoudingen in die tijd. Ja. En hoe de geestelijke en de wereldse macht Tilburg beïnvloed hebben en verdeeld hebben. Want er waren duidelijk partijen die voor of tegen. En dat vind ik zelf ook wel een van de mooie dingen van het boek, is dat het niet alleen over een moordzaak gaat en eventueel de gang van zaken en de oplossing, maar ook over hoe dat beleefd werd in die tijd door die gemeenschap. Het was natuurlijk ook een dochtertje van een hele grote fabrikant in Tilburg. En dat heeft allemaal niet bijgedragen tot een oplossing. En godzijdank is het dan wel zo ver gekomen dankzij Pels Rijken, die verdediger, dat er in ieder geval ook geen onschuldige veroordeeld is. Want nee, precies. Je weet misschien niet wie de dader is, maar die mutsaars, die was het zeker niet. De schilder is niet de dader. Hij is vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs. Daarentegen de pastoor is nooit aan de tand gevoeld. En dat is wel een gemiste kans in deze hele zaak. Vind je niet raar dat Pels Rijken naar al deze stukken, zeg maar, naar zijn verslag, dat hij toch niet naar de pastoor is gegaan? Van, moeten we jou niet eens keer in dat bankje laten zitten? Ja. Was dat dan toch weer macht of durf misschien? Nou, weet je, als je zijn zijn pleidooi twee keer in Breda eerst en later in Den Bosch, als je dat goed leest, en je kent die zaak zoals hij zich dan heeft afgespeeld, dan zit daar wel steeds momenten in van dreiging. Maar dat doet hij pas in de rechtszaal. Mm-hmm. Hij heeft maar één doel en dat is die schilder vrij krijgen. Ja, hij heeft een heel ander doel inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. En hij doet dat, zijn theorie is niet goed. Zijn theorie hoe het gegaan is, die klopt ook niet. Maar daar gaat wel de meeste dreiging van uit. En dat is het briljante van die man. Want die mensen aan de andere kant van de zaak, dat zijn ook geen domme mensen natuurlijk. Hè? Nee. Die snappen dat wel wat hij bedoelt. Als hij in de meervoudsvorm spreekt van men, of in de algemene vorm, men deed dit, men deed dat, dan wijst hij naar die kerk. Maar dat doet hij pas in de rechtbank. En het werkte. Want stel dat het Openbaar Ministerie had doorgezet, dan had Pels Rijken de troeven uitgespeeld. Dan zou misschien dat moment wat jij suggereert wel gekomen zijn. Maar in eerste instantie dreigt hij alleen maar. Heel subtiel. En het komt over. En Je zegt dat de koster medeplichtig is, op basis van wat? Ja, het kan bijna niet anders dan dat de koster
zeg maar, het vuile werk heeft opgeknapt. Iemand moet het lijkje naar boven hebben gebracht, door de kerk heen, door het torentje met de wenteltrap en dan over dat verwurfsel, over die smalle loopplank. En ik denk dat de koster gewoon altijd heel loyaal is gebleven aan zijn pastoor. En goed, hij is dan wel medeplichtig. En als hij dat allemaal gedaan heeft, zeker ook strafbaar. Maar hij had tenslotte niet... Hij had de moord niet gepleegd. Nee. En Pels Rijke, de verdediger van de schilder, die suggereert dat wel. Maar dat is volgens mij een theorie die niet houdbaar is. Maar waarvan wel die dreiging uitgaat richting kerk. En daarom gebruikte hij die. Maar ik denk dat de koster heel snel, dat die misschien zelfs wel ontdekt heeft als eerste wat er zich daar heeft afgespeeld. En dat er toen maatregelen moesten worden genomen. En het belangrijkste daarvan was tijdwinst. En om zich te kunnen beraden wat er moest gebeuren. En, maar van de andere kant, de verdachte mutsaars, de schilder die vrijgesproken is, diens handen waren ook niet helemaal schoon. Die heeft... Heeft gezien waarschijnlijk dat Koster... Wie weet, ja, dat zou kunnen. Of in ieder geval, hij heeft die kleding gevonden. Hij heeft een deel van die kleding meegenomen naar huis. Want die is daar gevonden. Mm-hmm. En later zegt hij dat hij die van de Koster heeft gehad. En die mutsaars, de schilder, die heeft één belangrijke fout gemaakt. Die heeft waarschijnlijk gedacht, op zeker moment kan ik de beloning incasseren voor, want er was een beloning uitgeloofd. En daar heeft hij afgewacht, zolang als hij durfde. En op een gegeven moment dan weet hij dat het niet gaat werken, zo'n plannetje. En dan zegt hij tegen de commissaris, ik weet waar het kind is. Ja. Ja. Iedereen had vuile handjes. Het is... Dat is misschien wel het tragische van deze zaak. Ja. Een mooi citaat van S. Gilles is dat iedereen vuile handjes had. Iemand anders die het strafdossier heeft onderzocht is Pieter van Dun, advocaat. Hij had een heel andere conclusie dan S. Gilles. Maar dat zien we in de volgende aflevering.